En dan gaan wij hier binnen door. Oh, Ricciardo met de Hulkenberg. Wat een crash. Yo mensen, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime en Maxime. Vandaag hebben we een speciale video voor Stoffel van Doorn. Want hij gaat McLaren verlaten per 2019. Jammer, ik had hem echt flink gegund. Ik hoop dat hij een stoeltje krijgt bij een ander team. Zou super tof zijn. Alonso die stopt er natuurlijk ook mee. Dus heel McLaren is gone. Sainz die gaat wel in een stoeltje zitten. En Lando die gaat het andere stoeltje vullen. Dat hebben ze gewoon. Ze hebben aangekondigd dat Stoffel weggaat. En gewoon al de nieuwe. Dus het is best wel bizar, vind ik. Dus ter ere van Stoffel van Doorn, onze fantastische Belg, gaan wij vandaag met hem rijden op het circuit van Spa. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Ik vond in ieder geval een tof ideetje. Dus we doen geen kwalificatie. 25% race op Legendary natuurlijk. Dus vind je dit nou leuk? Laat even die blauwe duimpje omhoog achter. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En doe het belletje aan. En voor de mensen die het nog niet weten. Wij hebben 4 keer F1 2018 gekregen van Codemasters om weg te geven. Check het linkje in de beschrijving wat je allemaal moet doen. En dan maak jij kans. De winnaars zal ik woensdag aankondigen. En ik hoop dat ik dan ook meteen contact met ze heb. Zodat ik het kan opsturen. Want ik moet donderdag ga ik weg tot maandag. Dus ik wil de spellen daarvoor opgestuurd hebben. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. En er zijn al super veel mensen die zich hebben aangemeld. Dus thanks voor jullie support. En het is de Headline Edition. Dus je krijgt ook nog eens de DLC auto's erbij. Echt heel erg sick. Oké, dames en heren. Laten wij eens even kijken op welke plek wij beginnen. Ik ben heel erg benieuwd. Kimmy pole position. Haha. Max derde. Bottas. Oké, kijk waar we zitten. Zitten in een beetje. Hé, kijk eens aan, 11e. Super chill, dankjewel voor deze mooie kwalificatie, Stoffel. Dat vinden we hartstikke leuk. En laat in de reacties even weten wat jij vindt van al deze changes die er komen. En of F1 2018 gewoon een update er tegenaan moet knallen met nieuwe drivers. 11 rondjes gaan wij doen. En in ronde 4 gaan we pitten. Ik ga sowieso in ronde 5. Pit het dan maar. Want dat is volgens mij net eventjes wat chiller. Dus laten we dat proberen en er tegenaan gaan. Start de race en let's go, dames en heren. De zon komt op, de lucht is blauw. 11e plek, let's go. Oeh, dat was een snelle start. We gaan hier gewoon even een Hulkenbergje gooien. Gewoon lekker binnendoor zonder schade te rijden natuurlijk bij mensen. En dan pak je al meteen een hoop plekjes. Oh, waar klik ik nou op, jongen? Ik wil niet flashback. Nee. Ik wil dat... Hier, dit willen wij. Oh, damn. Dan gaan wij en rouge op. En mijn kat loopt ondertussen door mijn kamer heen. Oh, shit. Ja, en ERS gaan we zelf bedienen. We moeten even een momentje vinden dat wij dit voor onszelf kunnen uitvogelen. Ja, hallo. Wat is dit nou weer? Oké, we moeten even achter Hulkenberg aan. Dit pikken wij natuurlijk niet. Kunnen wij hier binnen ergens inhalen? Wij moeten natuurlijk niet dezelfde fout maken als Hulkenberg deed op Spa. Oh, Alonso zit ook alweer te duwen bij ons. En we hebben weer eens niet kunnen inrijden, dus als ik een foutje maak, sorry. Het is lekker druk. Ik ga binnenkort nog een video maken met no assist. Omdat jullie zoveel lopen te zeuren. Dat ik de lijn en alles moet uitzetten. Maar ik heb gewoon geen tijd om in te rijden. En dan heb ik die lijn gewoon even nodig. Voor de rempuntjes. En verder, ja, traction control medium is gewoon net even wat relaxter. Dat je iets minder hoeft op te letten op alles. Dus ja, ik vind gewoon, het is voor mij wat relaxer qua gamen. En voor Spa heb je echt die ERS-modus nodig. Op, ja, niet op automatisch. Want het is gewoon huilen met de pet op anders. Want je komt gewoon op die lange stukken, heb je die ERS-modus zwaar nodig. Ja, ik vind eigenlijk, weet je, de auto was gewoon ook
zwaar kloten dit seizoen met Stoffel. Dus ik weet niet of het allemaal wel op hem aan te rekenen is. Als het team het niet voor elkaar heeft. Dus ja, ik vind het lastig, jongens. Ik vind het lastig. Oké, hier moeten we wel even op Rich gaan. Oh nee, Alonso! Voorzichtig, hè? We zijn teammates. Ik ga wel heel even van mijn gas. Maar dat was het dan ook wel. Want zo snel en makkelijk laten wij jou niet voorbij. Ik heb ook geen setup. Shit, schieten wij flink door. En dan zijn we die plek sowieso kwijt als Alonso. Die loopt er nou weer naast mij te druwen. Grosjean, nee. Je gaat niet met 300 kilometer naast elkaar wheelbangen. Ja, dan schiet ik een beetje door. Dan heb je pech. Bitch! Oké, jongens. Dit gaat lastig worden. Ik denk ook dat het eraan ligt dat wij geen setup hebben. Dat wij het zwaar gaan krijgen. Maar de haas is natuurlijk ook gewoon... Maat, je gaat niet een Bottasje uithalen. Hè? Dat ik nu een penalty krijg en strafpunten. Dat jij tegen mij aanrijdt. Nee. Zo werkt het niet, vriend. Dat was een mooi bochtje. Maar we gaan dit never nooit volhouden. Never. Het is een beetje een dikke rip. Maar ja, nu weten wij hoe Stoffel zich voelt in zijn auto. Je wordt gewoon van links en rechts aan alle kanten ingehaald. Ja, ik ga wel... Oh mijn god, jongens. Wordt een beetje aan de deur geklopt. Wij zetten hem ernaast. We gaan mee in die bochten. Want in de bochten zijn wij sneller. Het zijn gewoon die lange stukken. Je mist de power, alles. Zet hem snel op Rich. Oeh. Ah, kijk, Alonso heeft Hulkenberg gewoon ingehaald. En wij gaan daar natuurlijk nog pitten. Dus wie weet. Zit er in de pitstrategie ook nog wel iets waar wij wat uit kunnen halen. Maar voor nu rijden wij net gewoon buiten die punten. En dat is niet wat je wil als je teammate gewoon op de 9e plek rijdt. Maar hopelijk... Oké, zij gaan naar binnen. Fernando's in for his stop. Eens even kijken waar wij dan zo terecht komen. Give us the best inlap you can. Ja, inlapje gaan wij zeker lekker neerzetten. Waarom staat hij dan nu op de RS mode 5? Dat moet jij mij even gaan uitleggen. Als ik mensen moet inhalen, staat hij op 2 of 1 en nu staat hij op 5. Terwijl ik gewoon een rondje voor de pit moet rijden. Natuurlijk moeten we dan hard gaan, maar dit slaat natuurlijk nergens op. Ja, ja, we gaan zeker boxen. No worries. Verse banden staan eronder. En dan gaan wij weer de baan op. Kijken op welke plek wij zijn gekomen. Volgens mij hebben wij wel een goede pitstop gehad. Want we zijn hartstikke dicht bij Hulkenberg hier. Dus daar mogen we blij mee zijn. Gaan we even op Rich blijven wij en we gooien DRS aan. Alonso die rijdt een stuk achter ons, dus we hebben een hele goede pitstrategie gehad. Daar ben ik wel blij mee. Ja jongens, lopen jullie te kloten en heb ik daar last van. En bedankt hè. Oké. RS mode 4. Dat betekent knallen, overtaken. En nu moeten wij nog ergens een mogelijkheid vinden om te passeren en de positie natuurlijk vast te houden.
Maar dat is erg lastig op Spa met al die DRS en ga zomaar door. En de auto is gewoon minder snel. Maar at least hebben we DRS en kunnen we iets beter bijblijven. Gap's teammate behind is 4.1 seconds. Nou, dan mag het team toch wel best wel trots zijn tot nu toe op ons. We zitten gewoon 4 seconden voor Alonso, terwijl we er eerst achter zaten. Maar kijk, dit is gewoon kansloos, dit. Kansloos. We komen nergens in de buurt. Ja, nu gaat de ERS die is op. Dus we gaan weer op niveau 1. Oh, en dan hebben we een foutje gemaakt. Weet je, ik moet het nu hebben voor foutjes van anderen. Ja. Haha, wat een inhaalactie. Geniaal, die zag hij echt niet aankomen, Perez. Kijken of we bij Hulkenberg nog even aan kunnen kloppen. Maar ja, zijn auto gaat ook gewoon harder. Dus dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Fuel maar plus 1. Dus die kunnen we ook niet meer heel veel gebruiken. Nee, dit is denk ik een beetje kansloos. Krijg je ook nog Perez in je nek? Dacht het even niet, hè, jong. Nee. Shit. Dat gaan we nooit volhouden. Dat is wel een beetje jammer. We zitten ook nooit binnen een seconde op Hulkie. Ik wou net zeggen, van waar is Perez? Ik zag helemaal geen puntje meer op de kaart, omdat hij zo dichtbij was. Dat verklaart het. ERS staat nog steeds op 1. Hij is gewoon opgeladen nu. Kom op! Ja. Joejoe! Gaan we achter jou aan. Oh. Sorry. Race accident. Oh god. Verlies je ook nog de controle. Oké, in ieder geval staat de motor ERS batterij gedoe weer op niveau 2. Dat betekent dat we iets dichter bij Hulkie kunnen komen. Want we moeten in ieder geval natuurlijk binnen de punten blijven voor Alonso. Dat is ook hartstikke tof. Oh, safety car. De safety car is out. We need to form up at a reduced pace. Vettel is uitgevallen, dat meen je niet. Make sure to keep it positive. Some information on Vettel. They are out of the race. Oh my god. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce you your are too fast. Ja, jongen, ik probeer in godsnaam dichterbij te komen. Kan ik mijn delta nog zien? Nee, is de safety car afgelopen? Jongen, ik zie mijn delta niet. Wat? Oh, we hebben nu volgens mij echt een safety car. Nice. Nice. Dan kunnen wij dichterbij komen. Nou, iedereen komt natuurlijk dichterbij dan. Oh, we komen gewoon in de safety car queue. Ha. Geniaal dit. Ik heb dit nog nooit gehad. Maar we zijn weer bij. Kijk eens aan. Hulkie, Ricciardo, Sainz. Sainz van Ricciardo. Ja. Oh, en dan loop ik even. Ja, mogen we nu weer wel? Oh, ik zit toch daar aan de linkerkant? Zonde, hele slechte herstart. Nee, nee. Foei, foei. Oh ja, dit wordt een slachtpartij. Oh nee, Perez pakt ons weer hoor. Dan gaan wij hier binnen door. Oh, Ricciardo met de Hulkenberg. Wat een crash. Nou jongens, gele vlag. Dus wij mogen niet inhalen. Nou, even kijken hoe dit nou verder gaat dan.
Maar wij moeten vooral oppassen dat mensen achter ons niet ons kunnen pakken. Want die zijn gewoon sneller. En die hebben misschien wat meer fuel, et cetera, om mee te spelen. Maar wij komen ook wel in de buurt van Paris hoor. Ja, 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 ja. Oké. Okay. RS mode staat op 5. De batterij is goed opgeladen tijdens die safety car. Ridge staat aan. Dus dit moet eigenlijk gewoon goed gaan. Hij ziet alsnog... One lap of fuel, ja, dat komt goed. We moeten ergens de inhaalactie wagen op Perez. Final lap, jongens, laatste kans. Waar gaan wij hem gooien? Nou, sowieso op Rich. ERS staat nog steeds op 5. En hij rijdt gewoon weg. De power van die Force India is niet te doen, maar we hebben dadelijk DRS. We hebben geen DRS. We hebben geen DRS door de safety car. Fuck. Nee. Oh, ik wil je daar binnen doorheen halen, maat. Dat wil je niet weten. Oh. Ja. Aan de kant, aan de kant, aan de kant. Je hoeft niet zoveel te remmen. Oh mijn god. Zet die maar in het lijstje. Lelijkste overtakes van F1 2018. Maar hey. Een overtake is een overtake. We hebben hem niet geraakt. Misschien moest je wel even op zijn rem. Maar wij gaan gewoon op P7 eindigen op deze manier. Gewoon Vettel valt uit. Ricciardo die wordt er even door Hulkenberg afgekegeld. En wij gaan als 7e eindigen. Hartstikke jongen. Stoppen we door. Deze is voor jou, maat. Bedankt voor alle toffe racemomenten. En hopelijk komen er nog veel meer aan. En wij gaan even kijken waar is geëindigd en hoe de podiumceremonie is. En ja hoor, daar hebben we Valtteri Bottas. Race winner. En hebben we Hamilton Kimmy dan? Kimmy kan wel lachen. Dat meen je niet. Nee, dus Bottas Kimmy en ja, de one and only Hamster Hamilton. Dus super tof, super leuk. En nogmaals, dames en heren, wij geven dus 4 keer F1 2018 weg. Wil je een kans maken, check het linkje in de beschrijving. En volg alle stappen, dan maak je een kans. Bedankt voor jullie support. Laat een like achter, abonneer voor meer. Doe het belletje aan. En tot de volgende keer, jongens. Later.